Gisteravond bereikt ons het verschrikkelijke nieuws dat mevrouw Ploemen, de voorzitter van de PvdA, ermee gaat stoppen. En en passant gaf ze nog even een sneer naar Job Cohen. Die zou niet zichtbaar genoeg zijn. Tijd om aan de Amsterdammers te vragen of ze hun oude burgemeester nog wel herkennen. Wie zijn dit? Ik zie Geert Wilders. Hoe heet die man? Kok of zo? Geert Wilders. Job Cohen. Rutte. En die chick die ken ik niet. Dat is Schulz zeker. Nou, links en rechts. Cohen, Wilders, Rutte. En zij die gaat nou weg. Heel goed. Zij van daarbij. Ja, wie zijn het? Wilders. Cohen. Die weet ik niet. En deze is Rutte of zo. Het is ook de oude burgemeester van Amsterdam geweest. Hè? Missen jullie hem hier? Nee, want nee, ik mag niet discrimineren. Hè? Maar hij zat thee te drinken met die lui. Dat is Fred Rutte. Fred Rutte, die is, dit is de voetbaltrainer. Hè? Dat is Balkenende. Wie dit is? Dat is Balkenende. Nee, dit is Balkenende. U bent al een tijdje op deze wereld. Misschien vergeleken met oude leiders van de PvdA, Joop den Uyl, Kok, waren die beter? Nou, de Uyl zeker niet. Hey, wat deed die verkeerd dan? Ja, die heeft alles binnengehaald hier. Rutte? En haar weet ik niet. Nou, en dat is, hoe heet die meneer nou? Dat is Wouter Bos. En wat moeten ze dan nu daaraan doen, de PvdA? Moeten ze dan hun koers wijzigen? Ja, natuurlijk. Opruimen die handel. Opruimen gewoon. Ja, ja, je mag niet discrimineren, maar ik vind er lopen er zoveel rond die niet werken. En die halen. En zwart werken en stelen en roven. En ze halen maar binnen, die Roemenen, die Bulgaren. Het zijn allemaal van dat. Oké, er is nu een overval bezig. Er lopen wat scootertuigen achteraan, maar ik ben niet snel genoeg. Oké, de politie is inmiddels gearriveerd. We mogen even niet filmen, wordt gezegd. De politie snel ter plaatse, het heeft nog geen 5 minuten geduurd. En de 2 andere politiemannen gaan nu de kant op waar de scooters ook heen gingen. Ja, ik zag jou trappen, ja. Ja, mijn winkelbord tegen die gasten aan. Maar het is hier zo vaak nu. Ik denk, nou een keer aanpakken die gasten. Gebeurt het vaak hier, ja? Ja, het is hier behoorlijke schering en inslag. Hoeveel? 2 keer per week? Amsterdam-Noord, prettig gestoord. Zo, dat was een enerverend dagje op het Buikslotermeerplein. En nu maar hopen dat de overvallers beter worden herkend dan onze politici.